Hallo en welkom bij Pulse Model Train Staff. De laatste tijd is het erg rustig op mijn YouTube kanaal. En dat komt omdat ik hier mee bezig ben. Ik ben aan het proberen dit hele vlak in te richten en dat gaat langzaam. Een paar dingen geprobeerd en weer afgebroken. Het is veel nieuw voor mij. En ik ben hier helemaal niet zo handig in als in het repareren van locomotieven en wagons en zo. Ik heb ook al enige tijd geen nieuwe spullen meer aangeschaft. Ik heb ook niks te repareren eigenlijk. Ben ik op het punt dat ik vind dat mijn verzameling groot genoeg is. En daarom ook dat ik meer met mijn baan bezig ben met de opbouw en het inrichten. Als ik hier nu met veel vertrouwen mee bezig was, zou ik hier elke week wel een aflevering over kunnen maken. Maar ik denk dat ik deze hekjes nu al 10 keer neer heb gezet. Waar ik veel mee bezig ben geweest is hier het hekwerk. En een soort van bonenrekje. Die kasinrichting, daar ben ik veel tijd mee bezig geweest. En hij is nog niet eens af, de kas. Ik gebruik koperdraad van oude Lima motoren voor mijn hekwerkje hier. En deze regentonnen zijn ge-3D print. En daarna geverfd en vies gemaakt. Want dingen vies maken, dat kan ik wel. Hier kun je nog goed zien dat dit karton is. Ik probeer dat weg te werken. Hier is dat nog een beetje gelukt. Ik heb hier nog wat kastjes staan en wat pupjes en wat boompjes. Die joekels van bomen ga ik ook nog wat mee doen. Ik ben met gras bezig geweest en hekwerk. En dit is grijs gekleurd zand. Hier zit iets blauws in wat er niet in hoort. En hier nog veel meer waar ik allemaal mee aan het rommelen ben. Want al dat wit op de baan, dat vond ik maar niks. Maar dit is dus heel wat anders dan de filmpjes die ik al die tijd gemaakt heb. En ik weet nog niet helemaal wat ik hiermee ga doen. Ik denk dat als ik wat dingen onder de knie heb, dat ik daar wat meer van ga laten zien. Maar tot die tijd is het even bekijken. Misschien dat er nog wat leuks binnenkort aan spul, dat er ergens wat langskomt, maar ik denk het eerlijk gezegd, ik denk het niet, want ik heb genoeg. En als ik zeg dat ik genoeg heb, het staat hier vol met dingen die zelden op de baan staan. Mijn, dit is een Roco, wat is dit? Ja, de 1008, postrijtuig, 2 stoomloks, allemaal digitaal, dat wel. Hier een hele set aan oude Roco's, nog niet allemaal digitaal. Deze nog niet in mijn hoofd. Een oude SICK. Ja, ik heb ook een nieuwe SICK, dus die oude die gaat er een keer uit. Maar de straatstenen niet kwijt te raken. MDDM, 1600, 1600. 2200, 2300, Ludmilla nou, en dan staat hier nog een heleboel aan, ja, verschillende doosjes. Hierachter staan 2 Fleischmann-dozen met, zijn dat Fleischmann-dozen? Dat zijn volgens mij Fleischmann-dozen. Met een mat 64 en een sprinter erin. En er staan hier nog 2 kasten, die zit helemaal vol, die zit vol. En daarbovenop staat nog veel meer achter de 3D printer. Dus ik denk dat het wel even goed is zo. En ja, omdat ik dus met die baan zo druk bezig ben. Het werkt ook niet nu. Ik weet dat ik wat elektrische problemen heb hier. Daar moet ik ook nog wat mee doen. Wissels werken op dit moment niet. Ja, het duurt allemaal lang. Dus wat minder filmpjes en wat meer voor mij om te leren. En leren gaat langzaam.
Dus bedankt voor het kijken en hopelijk binnenkort met wat meer.